Welkom bij een nieuw programma bij Ons West-Brabant. Onder ons gezegd, of ook wel O. Dat de bal rond is, hoef ik de voetbalfanaten onder onze kijkers natuurlijk niet te vertellen. Maar dat kunnen de twee heren achter mij zeker wel. Links van mij, Ludo van Gils van TPO uit Moerdijk. En rechts, Jan Harijgers van VV Bernhout uit, ja, dat raadt al, Bernhout natuurlijk. Ik ga met ze aan tafel. Ja, Ludo. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Goedenavond. Ik begin bij jou, Ludo. Ja, de naam TPO, voor onze kijkers uit de regio Zundert en Etten-Leur, iets minder bekend dan misschien onze kijkers uit Halderbergen of uit Moerdijk. TPO, waar staat dat eigenlijk voor? Nou, dat is TPO staat voor tussen puinhopen opgericht. En dat is natuurlijk gekomen ook door de datum, want we zijn natuurlijk in 1946 opgericht. Ja. En dat is net na de oorlog. En dan, ja, Moerdijk is natuurlijk veel gevochten rondom de bruggen. Ja, natuurlijk. Ja. En zodoende is die naam ontstaan. En ja. Het leuke van de naam is dat er in een lijstje bestaat van rare namen, van clubs. En daar staan wij toch wel in de top 10. Tussen de Noad Advendo combinatie NAC en... Dat zou kunnen, ik weet niet waar NAC staat. Ja, onderaan, dat weet ik wel. Maar, Daar gaan we het vanavond niet over hebben. Nee. Maar Jan, ook aan jou de vraag natuurlijk, 1946, dat is al heel lang geleden. Maar 1943 nog iets langer. En dat is natuurlijk het oprichtingsjaar van VV Bernhout. Jullie bestaan de jaar 75 jaar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe bevalt het eigenlijk om als voorzitter in het jubileumjaar te starten? Nou, dat is eigenlijk wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. En ik ben al lang actief bij Wernert, maar als je dan net in die jaren ook voorzitter bent, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dus jij hebt een bom voorjaar met activiteiten en dingen op de planning staan, dat geloof ik best. We gaan het vanavond eigenlijk over de vereniging hebben en over het verschil die er zijn, maar ook de mooie overeenkomsten. Want ik denk dat natuurlijk voetbal nog altijd sport nummer 1 is onder de meeste West-Brabanders in ieder geval. Te beginnen bij jou, Ludo. Je hoort tegenwoordig heel vaak dat het lastig is voor verenigingen, ik ga er meteen met een gestrekbeen in, om vrijwilligers te vinden. Hoe zit het eigenlijk bij TPO? Hebben jullie vrijwilligers tekort? Vrijwilligers heb je altijd tekort, maar je kunt natuurlijk altijd mensen gebruiken. Ja. Maar en als ik al bekijk bij ons naar het bestuur, het bestuur heeft bij ons allemaal dubbelfuncties. Ja. Onze wedstrijdsecretaris doet vlaggen bijeen. Ja. Onze penningmeester is leider bijeen. Is dat uniek of speciaal voor jullie? Of zijn jullie dat gewend? Voor ons is dat niks speciaals. Want als er iemand anders voor is, graag. Ja. Maar ja, dan kleine moet je clubs gaan zoeken. Kleine club en kleine gemeenschap. We zijn natuurlijk maar 1200 inwoners op Moerdijk. Ja. Dat is lastig. Vrouw Kajan, hoe zat het bij Wijnland? Het is ook niet een super groot dorp natuurlijk, maar... Maar hebben jullie toch wel alle posten redelijk vervuld? Of? Nou, we hebben wat dat betreft niet te klagen. Hè. Als ik kijk naar ons vrijwilligersbestand op dit moment, dan denk ik dat we ongeveer 125 vrijwilligers hebben. Ja. En dan is dat met een jubileumjaar altijd iets meer? Of, Nee, dat maakt niet verder niet uit. Nee. Want degene die nu in de jubileumcommissie zitten, die hebben natuurlijk ook andere functies bij de vereniging. Ja, natuurlijk. En we hebben natuurlijk in alle geleden hebben we vrijwilligers. Ja. En we kunnen gelukkig tot op dit moment alles nog netjes bevolken. Ja. En hoe zit dat op het veld? Merk je dat daar verschillen zijn? Of met bijvoorbeeld, misschien krijgen we niet alle functies op het veld, maar je doelman en de verdediger bent, of valt dat mee? Nou, het is wel puzzelen. Ja. En ik zeg, wij zijn natuurlijk met de jeugd al... jaren samen met twee andere verenigingen, met VOV uit Langeweg en DHV uit CMS Hoek. Ja. En we hebben nu zelfs een samenwerking met Senior ook, met Langeweg. Okay. Die mogen dan op zaterdag en zondag kruisen, zeg maar. Die hebben een gezamenlijke spelerspas, dus die mogen op zaterdag mogen TPO's met VOV mee doen. En andersom op zondag, want anders krijgen we het af en toe niet ingevuld om alle elftal te laten vertrekken. Precies. Ook nu bij onder ons gezegd zijn attributen die jullie mee mogen nemen. Nou, Ludo, jij hebt al iets meegenomen. Pak het maar eventjes bij. En dan zal ik het overnemen. Kijk, het is een heel mooi plaatje. Dan zal ik hem eventjes zo in beeld houden. Vertel, wat hou ik vast?
Nou, ik ben natuurlijk nog niet zo heel lang voorzitter. En dit dateert uit 2007. Dit is het laatste elftal wat bij TPO kampioen geworden is. En daar was ik toen leider van. Oh, dus dat en dat hangt echt in de kantine en dat koesteren wij ook. Want we hebben, ik zeg, 4 senioren elftal op zondag. En ja, dit is vanaf 2007 geleden dat België kampioen geworden is. En dat was een schitterend moment. En op de laatste speeldag, op doelsaldo, heel het seizoen tweede gestaan. En op de laatste dag op 3 doelpunten na kampioen. Dus dat is voor mij wel heel... Helemaal top. En dat heeft binnen de club altijd een prominente... Dat hangt echt in de kantine op een prominente plaats. Ja. Hoe is dat bij Werner? Hangen daar alle overwinningen en zo, alle bochtjes ook netjes in de kantine? Of? Nou, ook niet alle kampioenen hangen in de kantine, nee. We hebben wel een... Zijn er te veel voor? Of? Nou, te veel niet, maar we hebben wel wat kampioenen. Maar we hebben wel een collage van alle teams bij ons in de kantine hangen. Die doen we elk jaar updaten met de spullen die in die team spullen. Dat is van allemaal. Ja. En we hebben nog een andere. We hebben een portret van Marcel de Meijer, die overleden is op jonge leeftijd. Die de rang niet van in. En nog een paar andere activiteiten. Dus eigenlijk iedere kantine heeft altijd zo'n bijzonder iets. Hè? Een mooi, memorabel iets van de club natuurlijk. Heel bijzonder. En ik luik ook wel vragen. Je hebt het net over van een kleine club. 2007 laatste keer dat we kampioen zijn geworden. Ja. Hoe is dat eigenlijk als voorzitter om die sportieve prestaties, zeg maar, daar ben je eigenlijk ook een beetje de baas over, toch? Hoe ga je daarmee om? Kun je dat sturen? Nou, het belangrijkste is, zeker voor een kleine club als bij ons, dat de hoofdtrainer, en we hebben van het jaar voor een jonge hoofdtrainer, dus die zit weer op een ander niveau als dat van als je een oudere hoofdtrainer hebt natuurlijk. Ja. Die moet de jongens, staat die beter misschien in de groep bij de jongen? Of? Ja, die staat er beter in. En communiceren natuurlijk. Hè? Facebook, digitaal allemaal, dat is allemaal. Ja, drink je staat dichter bij de club. Een pilsje met ze mee in de kroeg naar de wedstrijd? In de kantine drink je pilsje mee. Maar dat is bij een kleine club. Hè. Ik bedoel, wij spelen 5e klas. Dan is het toch wel heel belangrijk om met elkaar de gezelligheid te koesteren. Ja. En dat dan, hè, want je moet... Eigenlijk zijn we heel erg bezig om iedereen naar de zin te maken. Ja, en soms lekker potje voetbal. Alles gewoon geregeld is. Dat is belangrijk. Hoe kijk jij dat tegenaan, Jan? Want jij bent naast voorzitter, ben jij ook heel lang trainer geweest in de regio. Ik denk dat de kijkers uit Etten-Leur nog onder andere wel zullen kennen. En natuurlijk uit de omgeving van Zonnoot ook. Ja, ik ben trainer geweest bij Werner. Natuurlijk 6 jaar lang nadat ik gestopt ben als bestuurder. Ja. Daarna ben ik in Viola geweest, dus dat is niet die kant of van de andere kant. Bij Achmal ben ik wel 4 jaar geweest en bij VVR 2 dan ben ik 3 jaar assistent trainer geweest. Ja, ik heb het volgehouden dan tot jaren 4 geleden. Ja. Leeftijd speelt, vind ik persoonlijk een heel belangrijke rol. Ja, is dat een beetje wat jij de voorraad zegt, dat vind ik gewoon belangrijk. Ja. Want dan voel je iets te oud voor de club of moet ik het... Ik denk dat wat oude mensen dat best zouden kunnen, maar de tijd is zo veranderd. Toen we zelf voetbalden en nu, dat ik persoonlijk vind dat ik eigenlijk een trainer moet hebben die vrij dicht bij de groep kan staan. Wat is dan voor een probleem wat kan ontstaan, denk jij? De motivatie van spelers van nu en vroeger is anders. En de motivatie wij die hebben, die was toen ook anders. En de huidige generatie, daar moet er gewoon iemand bij hebben zien diezelfde meegemaakt hebben. Het is een soort botsende motieven eigenlijk beetje. Ja. En hoe zit het bij Werner met het aansturen van de als voorzitter, heb je daar nauw contact mee met het aansturen van de trainer? Of? Nou, ik heb één groot nadeel. Ik wil altijd alles weten. Dus als wij op donderdagavond technisch beraad hebben voor het aanstaande weekend weer, dan zit ik er meestal ook op. Dan zit jij op de achtergrond, of jij zit misschien op de voorgrond? Nee, op de achtergrond zit ik mee te luisteren. Ja. Ja. Geef ze ook wel eens aanwijzingen dan, met jouw ervaring? Minimaal. Minimaal. Nee. Maar het is lastig denk ik om je mond te houden. Daar hebben we de mensen voor die daar voor aangewezen zijn. Dus, Okay. Nog eigenlijk die band tussen voorzitter en trainer, dat is een heel bijzondere. Nu zijn er een aantal van onze zuiderburen die daar ook heel goed in zijn om dat de uitdrukking te brengen. En dan ga je even naar het filmpje kijken zo meteen en dan vraag ik jullie al bijna op een reactie. Moppetjes. Schoedelen. Jij hebt nog een keer een brubbel bij de cadeau. Dan kun je nog een keer zoeken naar het slurfje van uw olifantje. Of wil je liever een keer proeven van mijn Boba Special? Moeder Rovers, laat me nu een keer doen. Ja, laat hem een keer doen. Ja. Heb je dat allemaal alleen gevonden? Dag, voorzitter. Ja, ik ben blij om u te zien. Nou, dat is wel. Was bitter. Nog wel langer weggebleven.
dat je mij en Bob Petit Sa nog maar belachelijker kunt maken. Stukje entraîneur van kus mijn gat. Oh, zeg, sorry voorzitter, dat was allemaal maar om te lachen, hè? Ja, het was om te lachen. Ik zal ook niet lachen. Je bent ontslagen. Oh, ja, kom, dat kun je niet menen, hè? Allee, voorzitter, Paul maakt toch een grapje? Oh, ja. Maar ik zal mij laten affronteren waar dat ik erbij sta, tja. Maar nee, Balthazar, maar je moet nu ook niet overdrijven, hè? Ik drijf niet over. Dat stukje entraîneur hier denkt dat hij zich alles kan permitteren. Partus. Met mijn Xavier als trainer, hè? Zou je die problemen allemaal niet hebben? Zoeken. Ja, stop. Staat hier toch? Buiten? Ja, zeg. Ja. Hoor ik u nog? Dat ik u nog hoor. Buiten! Jij zal het misschien niet zo nog niet hebben meegemaakt in jouw nog een korte carrière als voorzitter. Maar Jan, heb jij wel eens een trainer het veld afgestuurd of de club uitgestuurd? Nee, ik heb nog nooit iemand echt weggestuurd. Nee. Nee. Alleen ik denk misschien bij een contractverlenging van een nieuwe seizoen, dat je dan wel moet zeggen van we gaan niet meer voor die trainer. Dat je dan zegt, aangeeft van nou, we gaan op zoek naar een andere. Dat kan wel eens bijzonder zijn. Ja. Hij ook de vraag jullie, want over training gesproken. Jij bent ook altijd leider geweest van de dames. Nog steeds. Nog steeds zelfs, kijk eens aan. Want dan kan jij denk ik mij als geen ander vertellen hoe het vrouwenvoetbal eigenlijk de afgelopen jaren, en zeker de afgelopen tijd met het succes van de Oranje Dames eigenlijk in de lift zit. Nou, daar heb ik straks met Jan over gehad. En dat is ook bij Wernhout, en dat is bij ons ook. Daar heb ik eigenlijk geen spelers opgebracht. Nee? Dat succes van de dames. Nee. Dat is, we zijn nu niet anders als 5 jaar geleden. Oh, dat wat je hoort vaak, hè, van de dames, dat zorgt dan voor nieuwe aanwas. En er zijn meisjes zijn vaker gevoerd. Nee, maar dat is dus bij TPO en bij WV Wernhout. Hetgeen wat we toen hadden, dat hebben we nu nog. Dus wij hebben alleen ook een fusie gedaan met Sinderdam. Ja. Dat is gewoon om de meiden allemaal in dezelfde leeftijdscategorie te spelen. Dat is gewoon dat er gewoon een elftal kan. Ja. Waar ligt dat aan, denk je? Is dat iets van de grote steden misschien? Of is dat iets wat in West-Brabant misschien hoor je het vaker? Ik denk dat je dat niet precies kan zeggen. En het is heel vaak. Kijk, op papier hebben wij bij de dames van TPO hebben we 21 dames. Ja. En dan komen er 4 van het dorp. Het is heel vaak vriendinnen onder elkaar. Ja. En ons kent ons. De bekende vrienden elftal. Ja, vrienden elftal. En als je het op die manier, want als je het echt bij ons van het dorp moet hebben, nou, dan hebben wij geen dames zelf dan. Nee. En wij hebben natuurlijk die samenwerking met DNV en die hebben een meisje 17. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, daar hebben wij de samenwerking ook mee. Die hebben ook een gedeelde spelerspas. Ja. Dus de meisjes die mogen met ons meedoen. Ja, die spelen mogen ze dan kiezen of zo? Hoe moet je dat dan zien? Nee, die spelen op zaterdag, de meisjes 17 bij DNV. Maar mochten wij mensen tekort hebben, zijn ze speelgerechtigd om op zondag dan met ons mee te spelen. Oké. Okay. En bij Wernhout, hoe zit dat dan met, is eigenlijk hetzelfde met Zundert dan een beetje? Ja, wij hebben een samenwerking met Zundert, meiden onder 17, meiden onder 15. Maar goed, wij hebben afspraken gemaakt dat we dus de ene competitie al spelen we op Wernhout, mm-hmm. in de Wernhout-Gerties. En de tweede competitie al bij Zundert, zeg maar. Is dat niet een beetje net als wat er gebeurt in San Siro in Milaan? Dat je zeg maar Inter en AC Milaan in één huis hebt, zeg maar. Je levert dan nooit. Het valt eigenlijk best mee met de rivaliteit. Okay. Ja. Hey Jan, om bij jou even verder te gaan. Je hebt ook iets voor mij meegenomen. Mag ik het heel eventjes vastpakken, dan mag jij vertellen. Pas maar op dat niet uit de kamer. Ja, het ziet er echt. Het gaat al flink wat jaartjes mee volgens mij, vertel. Nou, ik ben lid geworden in 15 juli 1965. En ik heb toen vanaf 19 van dat jaar af al mijn wedstrijden die ik gespeeld heb opgeschreven. Dat is wel heel bijzonder. Waarom deed je dat eigenlijk? Waarom ja, ik weet niet waar ik daarmee begon, maar ik ben ermee begonnen en ik heb het ook volgehouden tot aan de vorig jaar toe. Maar dus wat heeft dat voor, wat heb je daaraan? Leuk om terug te kijken? Of? Ja. Echt apart. En dat zat hier allemaal makkelijk eens doorheen blazen? Ja, dat mag. Even kijken of er aantekening. Oh, hij valt echt bijna uit. Vooraan beginnen. Kijk, de kleine Jan. Staat erop. Sap 8, Wernhout 4. 2-1 verloren. Dat is een. Ja, dat was je terug dicht toen. Dat was mijn eerste officiële wedstrijd. 1968, zo ik zei 86. Toen mocht ik een keer mee. Oh, dus dat was wel. Dat was heel bijzonder, ja. En dit boekje heb jij altijd. Ja.
bij je ook altijd? Ik heb er inmiddels 1242 op zitten wedstrijden. Is het en geen tijd voor een nieuw boekje ondertussen? Of? Nee. Nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen en nieuwe voorwasschoenen. Ja, kijk eens aan. Ja, ja, ja. Ik zal even kaartjes hoor. Als jullie eigenlijk kijken, want we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad, de ontwikkelingen binnen een club. Wat kleinere club bij TPO, Wernhout ook niet de allergrootste club. Maar wat zijn eigenlijk ontwikkelingen, denken jullie, in de toekomst waar je als club eigenlijk heel... Ja, waar ben je toch een beetje bang voor? Wat gaat gebeuren? Nou, buiten het voetbal om hebben de kinderen en de volwassenen hebben meer activiteiten. Dus ja. Vroeger was het zo, als je op het dorp als Moerdijk was, dan ging je op de lagere school naar de voetbal. Ja. En de rest van de klas zat er ook. Ja. En dan bleven de mensen aan voetbal, maar nu rijden ze naar Breda voor taekwondo of ja, ze rijden naar de dansstudio in Zevenbergen. Ja. En ze hebben zoveel dingen, dus dan zeggen ouders, ja, je moet gaan kiezen. Nou, en dan valt de sport wel eens af. Dus ik denk dat het in de toekomst wel heel erg moeilijk wordt, om, en zeker in die dorpjes bij ons. Ja. En ik zie er nu, dat wij met twee andere clubs samen zijn, daar hebben we echt al nodig, want voor het verhaal met VOV hadden wij geen jeugd meer en VOV ook niet. Nee. En het huidige seniorenelftal, het tweede bij ons, dat is eigenlijk daaruit voortgevloeid dat elftal bestaat nu uit de samenwerking met de jeugd. En bijzonder. Zie je dat ook, zien jullie dat eigenlijk allebei, en vragen jullie allebei, als een beetje als een oplossing, of is het iets wat misschien... Ja, toch wel een soort teken aan de wand. Maar het kan ook wel een soort oplossing zijn natuurlijk. Hè? Dat brengt ook weer juist mensen en clubs samen. Ik denk dat je het als een oplossing moet zien. Ja. Want de voetbalsport is toch een belangrijk gegeven. En daarmee kunnen clubs blijven voetballen allemaal samen. Ja. En hoe zit het dan met eigen identiteit? Je zegt net ook van ons, dan hebben ze het shirtje van Wernhout aan, dan het shirtje van Zunert. Moet je dan soms een beetje wijken voor die gemeenschappelijke idealen, of is dat... Ja, je moet het ook wel eens aan de kant zetten. Maar net wat Jan zegt, als wij bij Zunder spelen, hebben we de shirts van Zunder aan. Als de jeugdteams van ons, zeg maar, waar een gedeelte TPO is, die zit bij DHV spelen, hebben ze gewoon het rode shirt van DHV of het witte shirt van VOV. Ja. En wij proberen dan altijd ook, die kunnen gewoon de eigen activiteiten bij Zunder doen. En de actieve blijven ook gewoon bij Wernhout doen. Om ze dus wel clubgebonden te houden natuurlijk. Ja. Hè, want dus gebeurt ook wel eens dat er dan gezamenlijke activiteiten zijn? Ik kan me ook voorstellen dat de dames in dit geval dan bij Wernhout zijn. Ja, bij ons zijn ze gezamenlijk naar Nederland, Denemarken geweest. Ja, Laksa dan toen. Ja. Ja. Dus dat bindt eigenlijk alleen maar natuurlijk. Ja, ja. Is dat ook een beetje, want voetbal is natuurlijk eigenlijk een hele grote... motor in de dorpen, brengt mensen samen, evenementen, sportief gebied natuurlijk. Is dat voetbal nog altijd? Je zegt eigenlijk net ook al een beetje, want ze hebben toch ook andere sporten, maar dat verenigingsgevoel, zeg maar. Ja, het typerend bij ons in het dorp is gewoon, die mensen die bij TPO actief zijn, die zit ook bij de carnaval. Ja. Die staan achter de bar in het gemeenschapshuis als carnaval is. En die zie je overal weer terug. Dus die mensen die dragen, zeg maar, het sociale gebeuren op een dorp. Ja. En ik zeg al, dat groepje, dat zie je iedere keer terug. Ja. Is dat een beetje een risico misschien, toch, of niet? Dat is ook een risico. Ja. En vooral omdat dat groepje samen blijft. Kijk, nieuwe aanwas, hè, jongere mensen, hè, dan komen we weer terug op de trainer. Ideeën. Ja. Jongere mensen hebben andere ideeën. Het gaat al zo lang zo, dus dan komt er een nieuw iemand, een nieuw oefenmeester, en die vaagt alles weg. Dat is natuurlijk... Nou, die zal niet alles wegvagen. We blijven uw eigen dingen natuurlijk wel doen. Hè. Maar het is wel goed dat er een nieuwe inbreng is. Ja. Zonder meer. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is van als voorzitter zijn. Dan sta ik aan het roer van een vereniging. Kun jij nog in deze tijd, misschien dat voeren iets makkelijker, maar dat weet ik niet. Kun je in deze tijd nog echt een stempel op een club drukken? Nou, het zou misschien kunnen, maar ik zou het niet willen. Nee? Nee, zeker niet alleen. Ik vind, je moet sowieso met die mensen van het bestuur bij ons. Ja. En er zijn erbij, die zitten er al jaren in. Die hebben veel meer bestuurservaring dan ik, sowieso. Ja. Want ik ben, zeg maar, dat is een hele korte tijd dat ik voorzitter ben. Dus je moet het met elkaar doen. Ja. En ik denk, als je alleen ergens een stempel wil drukken, dat je... de massa tegen je krijgt, zeg maar. Ja, nou ja, ik vind dat ook niet, ik vind het niet horen. Ja. Jan? Nee, de vereniging is natuurlijk bij ons ontstaan 75 jaar geleden. En er is een traditie opgebouwd. Je hebt een bepaalde werkwijze. En die wordt uitgevoerd door het bestuur in dit geval. En daar ben ik zelf voorzitter van. Ja. Maar je moet met alle geleden in gesprek blijven. En niet toe stempel doordrukken. Maar af en toe ook wel eens met de hand op tafel staan, volgens mij. Als het moet. Dat moet zeker gebeuren, ja. Kijk, iemand die intelligent zijn, hè? Ja, precies. Anders dan gaat het heel het soortje naar de haaien, natuurlijk. Ja. Heren, er is een eind gekomen aan ons gesprek. Ik dank jullie voor jullie tijd. Jan, bedankt. Dank je wel.
En Ludo, bedankt. Ja. Ja. Succes. Kijk eens. Wens ik jullie nou heel veel succes. Ook met het 75-jarig jubileum. Ja. En jullie ook met... hoop ik nog een keer kampioen binnenkort. Het is al heel lang. Ik hoop het zelfs met de dames horen. Ja, nou, huppakee, dat moet helemaal goed komen. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Jeroen. Oké, dankjewel.